Breda Nu. Je weet het meteen. Op de Nieuwe Heilaagstraat in Prinsenhagen werd deze week de eerste lindenboom geplaatst ter ere van 75 jaar Prinsenhagen. Deze boom is de eerste van 75 lindenbomen die gedurende de komende periode geplaatst gaan worden. Wethouder Paul de Beer was aanwezig om zijn steentje bij te dragen. Ja, ik vond het mooi om hier vandaag aanwezig te zijn, omdat dit toch even een markering is van het feit dat hier 75 lindes geplant gaan worden in Prinsenhagen. Linde die ook symbool is in het wapen van Prinsenhagen, ook iets daadwerkelijk betekent. En die 75 jaar vind ik ook wel mooi dat gemarkeerd wordt. 75 jaar geleden kwam Prinsenhagen bij de gemeente Breda. En zodoende is het ook een feestelijk jaar of een herdenkingsjaar. Het is maar hoe mensen daar naar kijken. Nou, Prinsenhagen heeft een mooi plan gemaakt met die 75 lindes om het dorp te vergroenen. Ik ben voorzitter van de stichting Prinsenhagen Dorp in Breda. En we hebben dit jaar staan we stil bij het feit dat we 75 jaar bij Breda horen. Maar dat we ons na 75 jaar nog steeds een dorp voelen in Breda. En ja, wij organiseren een aantal activiteiten, waaronder vandaag Prinsenhagen Groen Dorp in Breda. Het aanplanten van die 75 lindenbomen, waar ongetwijfeld de wethouder al iets over gezegd heeft. En ja, we zijn aan het eind van het jaar bijna gekomen. We hebben nog één activiteit in december en dat is een afsluitend concert, een kerstconcert. Ik ben uitgenodigd door Rini om samen met de wethouder inderdaad de linden te planten. Het valt onder andere onder een van mijn zogenaamde taken als minister van Groene Zaken. Dat is het onderhouden van het groen. Het zorgen voor dat bijvoorbeeld Prinsenhagenaars tijdens carnaval meer groene en witte groentes gaan eten. Een stukje ook de bieloop onderhouden. Vandaar dat het ook zo heel leuk leek om met het planten van de linden om daarbij aanwezig te zijn. Ja, naast die 75 lindenbomen hebben we nu ook een actie. Dan kunnen bewoners van Prinsenhagen een voucher kopen. Die voucher kostte €15, maar ze kunnen met die voucher een fruitboom kopen die ze in hun eigen tuin kunnen zetten. En die fruitboom die heeft een waarde van €35, dus via sponsors hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen. En dan doen ook de individuele bewoners van Prinsenhagen ook iets aan een groen dorp. En het vergroenen van Prinsenhagen is een heel mooi streven. En wat ik mooi vind aan dit initiatief, dat ze zelf het hele plan hebben gemaakt. En dan uiteindelijk zeggen, nou gemeente, we komen al een heel eind als we het met crowdfunding doen en bonnen verkopen. Maar ik vind het ook mooi als we het samen doen. En dan maakt het ook makkelijk voor ons om dan te zeggen, nou dat vinden we wel een goed idee. Want dat matcht ook met onze ambities om de stad, de hele gemeente verder te vergroenen. Breda Nu. Je weet het meteen.